Jongere mensen, super dood. Jullie kijken naar deze gloednieuwe video bij mijn kanaal GamesU. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, het is heel erg vaak aangevraagd. Dus ik dacht van, fuck it, we gaan het gewoon een keer doen. Is hoe stream ik op YouTube? Hoe stel je zeg maar je YouTube stream goed op? Zoals je ook inderdaad ziet en hoort, is dit speciaal voor YouTube streamen. Dus ben je een Twitch streamer? Ik zou dan persoonlijk even een andere tutorial op gaan zoeken. Want we gaan het hier hebben over YouTube streams. Hoe je zeg maar OBS instelt. Hoe je zeg maar alerts van als iemand doneert of abonneert dat het in beeld komt. Ik ga allemaal laten zien wat ik gebruik. En ik ga jullie meenemen. Let's go. Nou jongens, zoals je hier ziet, zie je dat ik mijn OBS heb geopend. Dit is natuurlijk het programmaatje wat ik gebruik. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten van het programmaatje wat ik gebruik. OBS Studio. Waarschijnlijk heb je het wel gehoord, want anders zou je niet op deze video klikken. Maar OBS Studio staat in de beschrijving. Check zeker uit, want dat programma is god voor alles. Voor opnemen, streamen, het is gewoon perfect. Dus ik heb het dus hier openstaan. En we gaan eerst de settings maar eens langs. Zeg maar welke settings ik gebruik voor in streamen. Dus hier rechts onderin zie je allemaal mooie dingetjes. En dan ga je naar instellingen. Dan krijg je dit mooie vakje wat opent. En je begint bij algemeen. Taal, het is gewoon puur wat je chill vindt. Spreek jij goed Engels? Versta je dat? Kan je het goed lezen? Nou, waarom niet? Zou ik Engels aanraden. Maar Nederlands natuurlijk, hè, hetzelfde kan je ook goed waarschijnlijk. Dus ik zou zeggen, Nederlands, Engels, wat je leuk vindt, weet ik veel, Arabisch, wat je goed kan verstaan of kan spreken. I don't know, je moet het gewoon in ieder geval snappen wat hier allemaal staat. Ik zou bijvoorbeeld voor deze tutorial, als je het weet, je wel goed wil volgen, zou ik gewoon op Nederlands zetten. Dan heb je het gewoon precies hetzelfde. Dus ik heb het op Nederlands staan. Thema hebben jullie waarschijnlijk denk ik gewoon op default, als je het net hebt gedownload of dark, weet ik veel welke je hebt. Arcreed is blijkbaar nieuw, ik vind deze echt... Ja, ik vind hem persoonlijk niet zo mooi. Ik gebruik Rackney, weet niet veel hoe je het uitspreekt. Ik vind het gewoon clean eruit zien, gewoon kleurrijk. Het is niet zo saai, het is gewoon prima. Dus mijn mening is om deze te gebruiken. Het is puur wat je zelf mooi vindt. Het maakt niet zoveel uit, maar ik heb Rackney of Rackney aanstaan. Voor de rest zou ik niks aanraken. Bronuitleiding kan je hier en daar wel gebruiken voor als je bijvoorbeeld je cam goed in beeld wil zetten. Ik ga er later wel in de tutorial wel even dit gebruiken. Maar tot nu toe... Druk op toepassen en gaan we naar stream. Het is natuurlijk een tutorial voor YouTube streamen. Dus ik zal hier ook YouTube settings gebruiken. Dus dan weten jullie dat nog steeds. Zet deze gewoon op streamdiensten. Ja, je kan aangepaste streamserver. Zou ik niet aanraden. Ik zou gewoon streamdiensten. Heb ik het in ieder geval op staan. Dienst. Inderdaad, we gaan over YouTube. Dus het is YouTube/YouTube Gaming. Klik je aan. Primary server. Je hebt ook een backup YouTube in guest. I don't know wat voor woord het eigenlijk is. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb hier nooit problemen mee gehad als ik het op primary heb staan. Dus ik zou zeggen, ik raad die aan. Nou, zoals je hier ziet, zie je dat je een stream key nodig hebt. En om die stream key te krijgen, gaan we even een YouTube pagina erbij pakken. Dit is natuurlijk YouTube. En om de stream key te pakken is eigenlijk best wel simpel. Het is niet zo heel moeilijk. Je gaat naar je logo rechtsbovenin en je gaat naar Creator Studio. Dan gaat, als het goed is, krijg je een ander tabblad wat opent, zoals je hier ziet. En dan ga je naar livestreamen. Want daar, dus het is een livestream tutorial, dus voor je dat je het nog niet opgemerkt is. Dan zie je hier zeg maar, dit raad ik ook aan om tijdens het stream gewoon open te hebben staan. Deze pagina kan je hier natuurlijk de chat zien, kan je hier zien hoe goed je verbinding is met de stream. Hier en daar kan je bijvoorbeeld je titel aanpassen als je het tijdens de stream moet doen of je beschrijving, weet ik veel. En je kan natuurlijk hier zien hoeveel kijkers en hoeveel berichten er gestuurd worden. Nou, heel mooi, prima, het is gewoon, dit is voor het streamen. Om de stream key te krijgen is heel simpel. Je scrolt helemaal naar beneden. En dan zie je hier streamnaam/sleutel. Ik ga hem helaas niet laten zien voor jullie. Het spijt me jongens. Maar je kopieert hier gewoon. Dat gaan we nu ook even doen. Ctrl-C. En dan ga je naar OBS. En dan plak je hem hierin. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Dit is het gewoon legit. Nou, eenmaal hebben wij hier een stream key ingevoerd. Druk je gewoon op toepassen. Ik heb gewoon... dit is niet mijn stream key. Ik heb gewoon maar wat ingevuld. Want anders moet ik mijn stream key showen. Dus... Sorry. Dus je gooit hier gewoon je streamkey in die je zeg maar hier hebt staan. En kopieer die en gooi die dan in de streamkey balk ding. Nou, nu kan je eigenlijk al live gaan op je kanaal. Want dit is zeg maar een soort van link naar je kanaal zeg maar. Dat OBS jouw kanaal ziet en dat die ook op jouw kanaal live gaat. Nou, die hebben we ingevoerd. We gaan nu naar uitvoer toe. Dit is zeg maar... even goed nadenken, hoe zeg je dit? Hier kan je zeg maar je kwaliteit selecteren. Dus 1080p, 27p, wat je ook wil. En ja, we gaan maar gewoon inspringen. Let's go. Waarschijnlijk staat hij, als je net OBS hebt, staat hij op simpel. Ik zet hem altijd op geavanceerd. Vind ik wat chiller, wat overzichtelijker. Dus ik zou dat aanzetten. Ik heb werkelijk geen idee. Maar heel veel tutorials zeggen dat je dit op keer 264 moet zetten. Dat houdt er volgens mij in dat dat je processor is. En dit is je grafische kaart. Ik denk, dan moet ik het even goed zeggen.
als je echt een beast processor hebt en een RAM van een ruk grafische kaart, zet dan de processor aan. Ik persoonlijk heb een i7-7700K, 4,2 GHz als ik uit mijn hoofd weet. Het is een goede processor, alleen je processor handelt natuurlijk ook je game. OBS überhaupt, dat die open staat en streamt. Dus hij heeft het al best wel wat te voortduren. En als hij ook nog via hier live moet gaan, raad ik persoonlijk niet aan. Je grafische kaart is natuurlijk, daar game je op. Daar speel je de games op. En ik heb best wel een goede. Ik heb een GTX 1060 6 gig. Dus 6 gig houdt dus in veel ruimte. Dus ook veel ruimte voor OBS nog openstaan. Dus dat is puur, heb je een goede processor, zet dat aan. Heb je een goede grafische kaart, zet dat aan. Ik raad sowieso de grafische kaart aan te zetten. Want daar heb ik gewoon wat meer betere ervaringen mee dan de processor. Want die dan lag de stream. Dus het was niet helemaal perfect. Ik heb natuurlijk nu een nieuwe aangeschaft. Dus ik heb hem niet echt goed getest. Maar ik raad de grafische kaart aan. Dus de NVEC H264. Nou, dan hebben we dat gehad. Uitvoerschaal is natuurlijk de kwaliteit die je wil streamen. Ik zou het aanraden om, als je geen goede PC hebt, dus gewoon wel decent PC, dat je Fortnite gewoon kan spelen. En dat je wel gewoon kan streamen nog net. Raad ik je niet aan om 1080p te streamen. Dat is natuurlijk wel weer wat zwaarder voor je PC. Ik zou dan gewoon 1280 keer 720 doen. Maar heb je wel gewoon een prima PC, kan je het aan, zou ik zeggen, 1920 keer 1080. Want dan stream je 1080p. Nou, dat is helemaal mooi. Bitrate. Ja, mensen zeggen dat het maar tot 9000 gaat op YouTube streamen. Ik heb het gewoon altijd gewoon fuck it gewoon op 10.000 staan. Puur hoe hoger je bitrate, hoe minder frame drops je hebt. Dus heb je dit echt op 2000 staan, dat raad ik je nu al af. Zet het wat hoger en zet het op 10.000. Dit is volgens mij ook hoe goed je internet is. Dus je moet wel even kijken, heb je goede kwaliteit internet, zet het hoog. Heb je wat mindere kwaliteit, raad ik je aan om 3500 of 2500 zoiets aan te zetten. Heb je gewoon goede, alles daarboven. Hoe hoger, hoe mooier je stream eruit ziet. Dus ik raad dit zeker aan. Nou, tussen keyframes, ik heb het persoonlijk gewoon op 0 staan. Dus ja, ik zou het ook maar op 0 zetten als je het wil. Preset is zeg maar ook de kwaliteit. Hoge kwaliteit. Ziet je stream er gewoon prima uit. Het is natuurlijk, YouTube heeft niet de beste kwaliteit tijdens streamen. Je kan natuurlijk 4K streamen. Dat zal het wel heel, waarschijnlijk helemaal cool eruit zien. Maar stream je gewoon 1080p, 60fps, raad ik je hoge kwaliteit aan. Profile, zet gewoon op main. Ja, ik zou dat niet. Je kan het ook op high zetten of die twee, weet ik niet eens wat het is. Ik heb het gewoon op main staan, geen probleem mee gehad. Prima. Ja, nou, laten we gewoon doorgaan naar audio. Ja, audio. Ja, er kan wel inderdaad iets veranderen. Nou, ik zou zeg maar iets aanraden. Dat is zeg maar je desktop audioapparaat. Zet dat op je headset die je op hebt als je op je PC zit. Dus ik heb even sinds de Astro Mix & Pro Voice, is dat hem? Ik denk het wel. Oké, nou, ja, dit is mijn, mijn Astro, ik moest even nadenken. Nou, die heb ik de aanstaan, voor de rest, ja, ik persoonlijk gebruik dit echt allemaal niet meer. Dus ja, ik heb het ook eigenlijk nooit echt aangebruikt. Holy shit, ik heb dit nog nooit gebruikt, dus ik zal het ook niet echt iets aanpassen. Je microfoon is natuurlijk wel belangrijk. Je kan 3 microfoons aansluiten. Ik heb geen idee waarom je het wil doen. Misschien als je in de andere kamers gaat livestreamen, maar hey. Die moet je wel selecteren natuurlijk. Dus mic aux audioapparaat. Zet je op je microfoon die je voor je neus hebt staan. Die je gewoon de beste microfoon die je hebt. Ik raad je het echt af om niet de webcam microfoon te gebruiken. Zet gewoon een goede microfoon. Schaf hem aan. Ik heb de Rode NT-USB. Dat is dit mooie dingetje wat voor ons staat. Dus die hebben we geselecteerd. Dan druk je weer op toepassen. Dan gaan we nu naar video. Dit is natuurlijk ook om kwaliteit in te stellen. En vooral je FPS in de stream in te stellen. Basisresolutie zou ik op 1920x1080 zetten. En de uitvoerresolutie is belangrijk. Zet die daar ook op. Inderdaad, hetzelfde verhaaltje als net. Kan jij niet zo veel aan op je PC en wel gewoon nog net streamen, raad ik je inderdaad af om dit op 1280 te zetten. 1280 keer 720 en die bovenste ook. Want dan streamen we 720p 60fps. En dit, nu streamen we 1080p 60fps. En 1080p ziet er wel wat mooier uit. Alleen het vraagt wat meer van je PC. resolutieverlaging zou ik op Lansel zetten. Beste kwaliteit natuurlijk. En dit is een belangrijkste eigenlijk. 30fps. Ik zeg je eerlijk, we leven nu in 2018 op YouTube. Er zijn nog steeds mensen die nog steeds 30fps streamen. En ik kan daar niet meer naar kijken, man. Dus ik zou inderdaad aanraden 60fps. Ja, 30fps. Ik heb geen haat naar mensen die een wat mindere PC hebben. Natuurlijk, zo ben ik ook geweest. Zo ben ik ook begonnen met streamen. Alleen, het ziet er gewoon wat minder mooi uit. Het is minder soepel. Dus we hebben het nu op 60fps staan. Prima. Nu hebben we eigenlijk, ja, alle settings wel gehad. Je hebt hier sneltoetsen. Die gebruik ik persoonlijk wel. Want ik heb hier zeg maar op mijn toetsenbord. Als jullie hier goed kunnen zien. Ik moet het even goed in beeld brengen. Zie je dat ik hier zo'n heel rijtje toetsen heb.
Op 1 heb ik bijvoorbeeld een andere scène staan dan 2, 3 en dan enzovoort. Heb ik allemaal verschillende scènes staan. Dat kunnen we op zich ook wel doen. Ik zal het gewoon, ik heb dit dus op mijn M1, dus het bovenste knopje van die rij staan. En dan moet je de hele tijd bij wisselscène doen. Dus zeg maar als je hier ziet, wisselscène, je ziet hier ook de titel. Dus als ik daarop klik, zie je nu mij met mijn cam. Klik op 2, zie je mij op mijn mainscreen. Klik op 3, zie je mijn grote kop in beeld. Dus ja, het is gewoon puur, het is niet zo heel moeilijk. Ik zou zeggen, zoek het gewoon, zoek een goede keys op je toetsenbord die je niet zo snel aanraakt. En zet die dan hier neer. Gewoon erop klikken en dan klik je bijvoorbeeld op 3. Dat zou ik niet aanraden, want dat heb je in Fortnite. Ik in ieder geval. Nee, ik heb het niet nodig. Jawel, ik heb het wel nodig. Nou mensen, we hebben nu alle settings gehad. Nu gaan we de stream vormgeven. Dus hoe je alerts toevoegt, hoe je webcam invoegt, hoe je game in je OBS dit schermpje natuurlijk krijgt. Dus gaan we nu mee bezig. Ik heb even de Fortnite launcher op de back achter gezet. Puur voor voorbeeld. Dus ja, dan moet je maar even voorzetten dat dat de game zeg maar is die we spelen. Dus ja, laten we maar beginnen. Je maakt een nieuwe scène aan. Ik heb hem even streamen genoemd. Gewoon rechter muisknop toevoegen en dan gooi je de scène in. Daarna ga je naar bronnen. Rechter muisknop op dit mooie vakkie. Toevoegen en dan ga je naar Game Capture. Dat is zeg maar de game die je gaat toevoegen. Nou, dan noemen wij die even Fortnite. Ik moet hem even Fortnite 2 noemen, want ik heb er al één met Fortnite. Dan krijg je dit mooie vakje weer open. En dan ga je naar modus. En dan doe je specifiek venster opnemen. Klik je daarop. Nog steeds niks aan de hand, want je ziet nog steeds een zwart beeld. Dan ga je naar venster. En hier is zeg maar, als je zeg maar Fortnite hebt opgestart, dan zie je niet hier de launcher. Dan moet je zeg maar de Fortnite hebben. Je ziet wel het verschil. We hebben nu natuurlijk de Epic launcher als voorbeeld. Dus die hebben we aangeklikt en dan klikken we op OK. Nou, ik zie dat het niet helemaal mooi in beeld staat, de Epic launcher. Blijkbaar is die niet helemaal mooi 1920x1080. Dus hey. Maar kijk, we hebben nu de game ingevoerd. Een soort van, zeg maar. We hebben de launcher gewoon van Fortnite ingevoegd. Nou gaan we de cam toevoegen die we gebruiken. Nou, dan ga je gewoon weer rechtermuisknop toevoegen. Ga je een videoopnameapparaat helemaal onderin. Klik je daarop en dan noem je deze gewoon even webcam. Enter. Krijg je dit weer een mooi vakje open en dan selecteer je hier je cam. Ik heb er maar één aangesloten, dus dit is mijn cam. En dan druk je op oké. Ik heb nu inderdaad, ja, je ziet geen cam op kaatsen, zeg maar. Je ziet nu geen cam bij mij, dus ik verwijder hem heel even. Want ik moet namelijk, ik heb al een cam, zeg maar, in de andere scènes neergestaan. Dus dan doet mijn cam het niet. Dus ik doe gewoon even die standaard die ik al heb. En dan zie je opeens, heel groot, mijn hoofd in het midden. Nou, dan kan je hier rechts onderin bij zo'n rood bolletje. Maak je hem kleiner. Nou, hier, we zetten hem gewoon even hier neer. Prima. En nou komt het, zeg maar, wat ik in het begin zei. Je gaat even weer terug naar instellingen. En schakel je dit even uit, toepassen. Dat houdt zeg maar in dat ik nu gewoon vrij rond kan bewegen. Soms als je zeg maar bij zo'n randje komt hier, pap, plakt hij er zeg maar aan vast. Ik kan het wel even showen. En dat heb je dus als je dit uitschakelt dus niet. Schakelen we het weer in. Zie je? Tik. Zie je? Hij tikt er tegenaan. Dus als je bijvoorbeeld net hier zo precies je werk wilt en hij tikt steeds, dat is best wel irritant. Dus dan raad ik het aan om dit uit te schakelen. Nou hier, hoppa, daar hebben we een mooie cam in beeld. Natuurlijk wil je ook een mooi layoutje. Doe je weer toevoegen, ga je naar afbeelding. En hier doe je dan, zoek je gewoon je afbeelding die je hebt gemaakt. Jouw border, jouw mooie dingetje. Nou, ik heb er al één gemaakt. Nou, dit is mijn mooie border. En dan gaan we natuurlijk even de cam er goed in doen. Selecteer hier de cam. Hop, en dan kan je precies zien. Ik maak hem iets groter, want mijn gordijn boeit me niet echt. Want ik heb mijn cam niet helemaal in het midden staan. Zo, en dan zie je natuurlijk dat dit veel te groot is. Wat je nu doet, je houdt Alt in op je toetsenbord. En je gaat hier naar zo'n bolletje. En dan kan je het zeg maar knippen. Nou, hoppakee. Doen we hierboven ook. Hoppakaas. En hier aan de zijkant is dus even priegelwerk. Bam! En zo heb je je cam precies goed in je borden staan. Als je soms, dat zie ik bij heel veel mensen. Als je soms bijvoorbeeld hier een beetje bezig bent. Je bent iets aan het toevoegen. En je doet opeens ho! En opeens staat je borden weer. Dan moet je weer helemaal precisiewerk doen. Zo zeg maar helemaal weer terug doen. En het is allemaal onzin. Dus ik raad het aan. Als je de nieuwste versie van OBS hebt. OBS Studio, dan zie je hier van die slotjes staan. Zet die aan. Want dan kan je er niet per ongeluk meer op klikken en wegslepen. Dus nu kan je gewoon nergens meer op klikken. Unlock je het slotje weer, kan je gewoon weer je cam moven en doe je het weer, dan kan je niks meer. Dus ik raad dat aan om te doen. Nou gaan we verder met de alerts en daar heb ik een speciale site voor. Dus we gaan even onze Google pakken. Fortnite hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dat is, oh ja, dank u wel. Dat is Tippenstream. Het is gewoon simpel, gewoon T-I-P en dan 3 E's en dan stream en dan ga je daarheen. Dit is een super chille site, je moet het even connecten met je YouTube kanaal en dat is niet zo moeilijk.
En dit is de site wat ik gebruik voor alerts, zeg maar, voor in streams, dat de donaties in beeld komen. Hier kan je ook zien wie er hoeveel heeft gedoneerd, hoeveel volgers je in een dag hebt of in een jaar. En dat kan je allemaal zien op deze site, dus het ziet er echt super clean uit. Blijkbaar doet hij het nu opeens niet of zo. Ja, oké, daar hebben we het. Nou, hier kan je dus allemaal dingen zien wat je wilt weten, hoeveel superchats je hebt, hoeveel abonnees je in een jaar hebt. Ik had ook van vorig jaar trouwens zien. En dan moet ik wel even pre-share doen. Dus een hele handige site. Je ziet hier natuurlijk ook een donatie. Of ja, volgers heb ik niet aanstaan. Ik heb alleen donatie aanstaan. Dan kun je hier allemaal aanklikken. Die je in de stream zeg maar krijgt. En dat is een heel handig ding. Want ik zou deze hierop klikken. Dan krijg je hem zeg maar zo'n klein dingetje. Heb je meerdere monitoren. Stel je hebt 3 monitoren zoals wat ik hier heb. Trouwens, een mooi statief hè. Ik moet er nog een mooi statief voor kopen. Druk dan even op dit mooie knopje hier zo. En dan krijg je zeg maar dat alle donaties en abonneetjes die zeg maar bij zijn gekomen popt up in een ander ding. Sleep die dan naar een andere monitor. En klik dan de chat aan. Nou, hier hebben we even de chat. Die sleep je daar ook heen. Zo heb je zeg maar hier de chat staan. En dan klik je even weer op dat andere mooie dingetje. Heb je hier zeg maar de donaties die binnenkomen. En hier kun je dan de chat lezen. En dan speel je daar bijvoorbeeld Fortnite op. Zo dan heb je dat zeg maar... Ja, dan kan je het heel makkelijk zien. Je kan hier gewoon echt precies alles zien wat er zeg maar binnenkomt. Hoe lang het geleden is, wat dan ook. Dus dat is super handig. Dus ik raad het zeker aan om dat zeg maar op een tweede monitor te zetten. Oké, nou dat hebben we dus gehad. Dit is, daar kun je je donaties zien en alles. Dus super handig natuurlijk. Ik gebruik het zelf ook op die manier. Maar jullie komen natuurlijk hier voor de alerts. Ik ga het niet... Het hele pakket zeg maar uitgeven van tip misschien, want de video duurt nu al 20 minuten. Ik zal hier en daar wel wat knippen natuurlijk. Maar er is een hele mooie tutorial die ook in het Nederlands is, die over tip misschien helemaal gaat. Ik laat alleen zien hoe je zeg maar donaties en abonnees in beeld komt. Dus niet hoe je zeg maar recent abonnees zit, zeg maar hebt. Zoals ik even kan ik het laten zien? Heb ik het aanstaan eigenlijk? Ik weet het niet. Zo zeg maar, hier heb je bijvoorbeeld dan zo'n naampje staan van, yo, die heeft, dat is de hoogste donator, dat... Dat ga ik nu allemaal niet uitleggen. Maar dat is niet zo heel moeilijk. Stel even een linkje in de beschrijving staan van de tutorial over tipstream. Het is een Nederlander, vriend van Chromo. Dus ik zou zeggen, check even die video uit. Nou jongens, we zijn dus bij de alertbox aangekomen. En hier kun je natuurlijk de donaties, follows, wat je ook wil, kan je instellen. En we zijn nu bij layout. Dus we gaan even de font aanpassen. Dat doe je hier. De highlight tekst scrollen, dus zeg maar hoeveel en wie het heeft gedoneerd. Kun je hier een kleurtje selecteren. Ik zou persoonlijk, ja, we nemen gewoon even paars. Het ziet er wel mooi uit. Nou, heel simpel eigenlijk. Het is niet zo heel veel wat je eigenlijk moet doen. Wil je alleen de tekst in beeld hebben, dus niet het plaatje, doe je even hier bij template en dan tag je tekst aan. Dat is op zich voor donaties, ja, het is niet al te spectaculair als het in beeld komt, maar hey, als je dat zo wil, het kan. Wij laten even een plaatje aan. En ja, dat plaatje een beetje standaard, want ja, we gaan dat even veranderen. Dan ga je naar donations. Zorg dat deze knop aan staat, want staat hij niet uit, dan werkt niet eens, dan komen de donaties niet eens in beeld. Dus daar heb je niet zoveel aan. Wil je het plaatje veranderen wat beweegt, dan klik je gewoon hier op het linkje, als het goed is. Kijk, dan zie je natuurlijk een heel groot vak open. Hier zie je allemaal standaard. Je kan ook een file gewoon van je eigen computer halen. Dan moet je gewoon naar giphy.com. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Daar kan je allemaal van die mooie gif-files, fotootjes krijgen. Nou, wij nemen even dit spook. Nou, prima, met geld. Prima. Kan de donation duration, dat rijmt. Dan kan je ja, langer, hoe lang je het in beeld wil. Ik zou het persoonlijk gewoon op 8 seconden laten. Dat is gewoon prima. Ik vind alleen has donated, vind ik zo. Ja, we zijn geen Engelse YouTubers. Dus dat veranderen we even hier bij donation message. De name heeft. En dan zeg maar het amount. En dan doen we hier gedoneerd. Als het goed is met 2 N'en, anders voel ik me heel dom. Gedoneerd, het zal wel. Oké, okay, boeien niet eens zoveel. Nou, hoppa, het staat hier. Volgens mij ben ik... volgens mij is het met 1 N, of niet? Gedoneerd. Fuck it, het boeit niet. Je snapt wat er staat. Ja, soms weet ik echt niet hoe je het schrijft. Nou, boeien. Oké, donation animation, dat rijmt ook weer. Waarom rijmt hier alles op elkaar? Nou, klik je gewoon op wiggle, dan kan je het gewoon naar flip y. Nou, het ziet er... Ik zou deze niet gebruiken. Ik vind hem echt heel lelijk. En bijvoorbeeld Pulse, ziet er wel clean uit. Gewoon dat beweging, dingetje. Super sick. Text-to-speech kan je ook aandoen. Je hoort natuurlijk bij heel veel streams het donatieberichtje, zeg maar. Nou, dan moet je gewoon activate voor de donator's message. Klik je even aan. Minimum amount to speech. Nou, als je bijvoorbeeld niet zo heel veel donaties krijgt, zou ik het gewoon zeggen op 1 euro. Krijg je mokken veel donaties en wil je die stem dus niet om de seconde over je hoofd hebben. Zet het dan gewoon op 10 euro of zo. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Gewoon wat je zelf fijn vindt. Voice chat, ja, je kan zelf een taal kiezen die je wilt. Dutch is gewoon de Google Translate stem. Dus ja, ik vind het persoonlijk niet heel erg chill klinken. Daarom heb ik het ook uitstaan. Maar ja, als je het wil, kan je het doen.
Nou, ja, followers, het werkt eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik kan het wel even doen. Je zet dit gewoon aan, plaatje verander je. Ja, dan doen we zo'n dikke kat er wel in. Nou, hier prima. Dat is eigenlijk helemaal hetzelfde. Maar nu wil je het zeg maar in OBS krijgen. Dat doe je op een heel simpele wijze. Je gaat naar Save en Launch, rechtsonder in je beeld. En dan zie je een mooi vakje openen. En dan koop je gewoon die link met Ctrl-C. Dan ga je naar OBS toe. En dan gaan we even onze streamen ding pakken. Dan ga je rechtermuisknop weer op bronnen. Dan ga je naar toevoegen. En dan ga je naar browser. En daar kan je dan, ja, nou, dan geef het een naam. I don't know. Ik heb het gewoon browser genoemd. Nou, dan krijg je dit. Dit is natuurlijk van OBS zelf. En die link moet je dus zeg maar hierin plakken. Bam. Zo, nou, voor de rest hoef je eigenlijk helemaal niks te doen. Druk je op oké. Okay. Je ziet hier natuurlijk wel het vakje. Alleen je ziet natuurlijk niks. Niks verschijnen. Dus dat gaan we nu doen. Nou, om bijvoorbeeld even dit te laten zien. Dat kunnen we wel even doen. Ik heb het even heel onhandig neergezet. Je drukt gewoon op Simulate Donation. En dan klik je daarop. En dan komt alles goed in beeld. Zo, dat geluid. Oh. If I die, I'm a legend. Ja. Dat is mijn eigen ding, zoals je hier ziet. Die had ik dus ook nog aan. Ja, dat is een beetje ruk, omdat ik natuurlijk allemaal presets al heb gedaan voor mijn eigen stream. Dus dan hoor je mijn eigen nummertje. Maar zoals je ziet, je drukt hier gewoon op, ja, gewoon simulate dingetje. Je kan hier ook simulate follower doen. Komt het met zo'n bel in beeld. Nou, hebben die mooie dikke kat hier natuurlijk. Dus ja, op die manier kan je dit zeg maar doen. Natuurlijk, dit is alleen dit. Je kan natuurlijk zoveel meer met tippenstream doen. Alleen, ik zou inderdaad een linkje in de beschrijving zetten van die tutorial. Hoe je helemaal tippenstream in elkaar zet. Maar jongens, ik hoop dat jullie ja, genoeg hebben gehad aan deze tutorial natuurlijk voor OBS. En ja, als je vragen hebt, laat het even in de reacties achter. Want ik kan inderdaad jullie vragen ook gewoon beantwoorden met een typberichtje. Ik hoop dat jullie wat aan deze tutorial hebben gehad. Vergeet dat niet zeker een duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik hoop dat ik heel veel van jullie heb geholpen, want dit werd heel vaak aangevraagd. Dus ik wil zeggen jongens, tot de volgende video en later mensen.